Mensen. Meeste dan zit de feesteling hier voor me in de kerk. Maar vandaag zit hij achter me. Hij wilde dat op zijn feest, 50 jaar koster, dat zijn dameskoor zou zingen. En daarom dat hij achter mij zit, omdat hij moet dirigeren. Hoe het ook zij, Huub, ik hoop dat je me toch kunt verstaan. De mensen zagen je wel hier in die kerk rondlopen en op de fiets van Ter Laar naar de kerk komen. Maar achter de schermen doet een koster veel wat de mensen niet zien en niet weten. Neem van mij aan, dat is meer dan menigeen denkt. Iedereen kent jou als Huub de Kost. Je bent hier niet meer weg te denken. En naast je werk als koster doe je nog veel meer andere dingen die ook met de kerk te maken hebben en die zich afspelen buiten dit kerkgebouw. Je brengt dan 13 jaar iedere maand de zieke communie bij zieken en bejaarden. Bij het voorbereiden van begrafenissen zorg je dat alles wat met de kerk te maken heeft in orde komt. Daarbij neem je een groot stuk van mijn werk mee uit handen. Huub, vandaag heb je een groot feest. 50 jaar kosterschap. Dat zei het nog eens, Gert. Wie ben je begonnen als koster? Laten we daar mee beginnen. Het is natuurlijk, ik moest eerst het diploma hebben als koster. En toen ben ik naar Mun gegaan. Daar heb ik een half jaar les gehad van pater Boerakker. En toen ben ik direct geslaagd. En toen langzaam is dat hij in de kerk gegroeid. Er was voor hen iemand anders van de acolyten wat dat verzorgde. Maar dat wordt dan toch niet zo. Ze worden toch perfect. En van iemand wat gediplomeerd wordt, het verzorgd hebben. En zo is dat langzaam, over 50 jaar terug, is dat gegroeid. Dat ik die jaren dat altijd geheel heb gedaan. Ja goed, ik heb hem leren kennen natuurlijk. Vrij snel dat ik toen naar de kerk gekomen ben. In begin 60er jaren leefde hij aan ronk en deed aan kleine klusjes voor de kerk. En dat is de eerste, ik denk in 62 ongeveer, in die tijd, heb ik echt Huub van nabij leren kennen als organist. En sinds die tijd ben ik hem niet meer kwijtgeraakt. Nu zit Huub dat nu al 50 jaar achtereen. Dat is een hele prestatie. Dat denk ik. En dus zeker de laatste 20 jaar, 15 jaar, dat hij het heel intensiever gedaan heeft dan van tevoren. Sinds ik zelf krank geweest ben in 2002, heeft hij heel veel dingen van mij al overgenomen. En daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Hij is altijd bereid om heel veel dingen over te nemen. Hij zei het zeker, maar dan doe ik dat. Dat is geen punt. Misschien stel ik me dat verkeerd voor. Is dat een droom van je geweest als jong manneke voor koster te worden? Niet direct. Maar het is gewoon gegroeid omdat ik ook al in de muziek zat. En ik hou de leiding over het maagdenkoor, even voor de muziek ook nog voor, want dat is een aanloop geweest. Met de muziek erbij, dus dat kosterschap toen ook, over 50 jaar is erbij gekomen. En nou, dat is vanzelf achter elkaar gevolgd allemaal. Werd ik daarom gesteund dat ze eigenlijk dat 50 jaar hebben kunnen volhouden? Dat is eigenlijk automatisch gelopen. Ik was zo met de kerk verbonden, ook met de muziek. Eerst met het maagdenkoor, toen heb ik dat omgezet, omdat er verschillende dames trouwden. En toen heb ik dat omgezet met 8 gehuwde dames die ik benaderd heb. En toen is dat met het dameskoor ook omgeschakeld. Maar het kosterschap, dat wordt door die aparte afdeling, hoe ik nu 50 jaar bestoen met heb.
Ich habe den Rüb leren kennen, omdat ich da, wie ich noch nicht getraut war, 100 Meter vandaan woonde. Dus ich kenne den Rüb al meer als 60 Jahre. En ich habe den Rüb eigentlich ja beter leren kennen, omdat ich zelf in 1966 bij het Dameskoor ben gegangen. Der Rüb is dat toen met begonnen. Im Damesbeatkoor te holen. En ja, dat is nu ook inderdaad 55 jaar geleden. En ik ben van het begin van bij het Dameskoor geweest, wat de Huub toen heeft opgericht. Wie beoordeelt ze Huub als mens? Nou, de Huub is natuurlijk een zeer gevoelige en een, ja, een hele sociale mens. Ze willen voor iedereen altijd goed doen. En ja, dat is gewoon een hele fijne persoon dan om mee te werken. Nu heb je in de tussentijd, in die 50 jaar, ook een vrouw leren kennen. Dan ben je ook met je getrouwd. Ja, ja. Hoe stinkt die dat tegenover? Heel goed. Blij goed, wil ik meer van weten. Het wordt... ik weer een beetje emotioneel, ik niet eens de vrouw, hoe de degelijk christelijke zin ook. En bij ons ook. En toen is dat gewoon, gegroeid. Ja, sorry dat ik een beetje emotioneel ben. Nee, dat is niet erg. Dat kan ik niet aan doen. Nee, dat is niet erg. Ja. Maar daardoor is dat gewoon gekomen dat voor beide kanten houdt weer ondergrond. Ja. Kan je het leuke dingen herinneren wat in die tijd is gebeurd? Ja, vooral de hele omgang, vooral met bejaarde mensen in de kerk. Dat heb ik altijd het leukste gevonden. Van de andere kant, ik heb dus ook, daar kom ik op de onleuke dingen direct neer. Dus dat ik het begrafeniswerk verzorg hier in Merkhouten. En dan kom ze andere situaties tegen. Maar het is wel een punt wat de mensen wisten op welke manier dat er bezig wordt in de parochie. En dat is zo gegroeid, dat is automatisch, is dat gewoon doorgegangen. En door de oog naar die 50 jaar toe. Huub, nu kennen ze de geromen, schijnt het oog al. Nu is dat je gekomen? Ja, ik heb de pauselijke onderscheiding ook gekregen, wie 25 jaar in de kerk was. En toen heb ik de pauselijke onderscheiding pro ecclesia et pontificie gekregen. Huub, niet alleen Rome hebben ze gekend of kennen ze dich, maar nu ook in het Koninklijkse Huis. Ja. Ik zie, je hebt een prachtig lintje op de gang. Wat is dat voor een lintje? Ja, dat is van de koninklijke onderscheiding natuurlijk, hè, wat ik afgelopen jaren gekregen heb. Ja, dat heeft zogegangen. Ik had eigenlijk het nooit verwacht, 12 december. Maar onderwens, ik had het ook wel verwacht nu, omdat het 3 april wordt, juist 50 jaar. Maar toen, moet ik even denken, toen stond onderwens op de vrijdagavond. Ik word lekker aan het rusten in de stoel. En toen ging de bel en de vrouw deed altijd open. Maar toen zei de vrouw toch dicht maar open. En ze ging naar de keuken in. Moest die goed aan je stoel komen? Ja, en toen kwam ik aan de deur en toen stond de burgemeester, Jeudoné Akkermans, met Jo Bischof, het kerkbestuur, van de buurtschap dan maar, en nog verschillende personen. En het regende, wie me zei, wie een biesch, zei mijn eerste. Ja, dat is ja, en doe, ja, ik wist niet waarom. Ja, ik denk, blijf maar kalm en hou, laat maar geweren. De vrouw met de dochter, die houden toch het voorbereidingen. Die wisten er vanavond, maar ze hadden me niks gezegd, wat ook terecht was. Ja, ja. En doe, het fijnste vond ik dat het toes was gebeurd. Wacht even. Vrouwen in de kamer, zo verschoen jij, een paar stetische erbij. En dan is alles is er gebeurd. Ja. Nou, ik heb de fijnste herinneringen. Wat kind. Dat zou vandaag ook. Nee, dat zou vandaag ook in de beelden zien, wat van feest verder natuurlijk. Ja. Ik kon een keer onderscheiden, de redder van Oranje Nassau is gehoord. Ja. Dat is een hier, en daar zou ze ook heel lang en veel plezier van blijven, denk ik. Ja. En ik denk dat ze op zo'n dag, maar ook op zo'n herinnering kan stijgen, de rest van de kusserschap, ja. Maar ook van het leven, denk ik. Ja, ja, tot en met. Ja. Nee, ik vind het fijn dat ik zo oud ben, of dat ik zo oud ben kunnen leren, en dat ik dit beleefd heb. Ja.
dat heeft zich goed gewezen, letst, wie ik de mes met de dameskoor heb gezongen ben. Mijn dameskoor. Ik kom buiten de kerk en daar steekt de harmonie. Je te rigolo. En de rest volgt.